Welkom zijn we weer met een extra NEC-update met ja, ook wel een bijzondere NEC-update. Het gaat namelijk vandaag over de bijzondere eredivisie. De nieuwe spelers voor dit seizoen werden weer gepresenteerd en tekenden een contract voor een jaar. Kijk, hier gebeurt dat. Ja, dat is een grote gebeurtenis bij NEC en dan willen wij natuurlijk ook even met de spelers spreken. Wart, gefeliciteerd, je bent officieel speler van NEC. Ja, dat klopt. Hoe vind je dat? Fantastisch. Als je een club moet kiezen in Gelderland is maar één correcte antwoord, NEC. Tigo, welkom bij NEC. Ja, welkom. Vertel even, wat vind je zo leuk aan voetbal? Lekker bezig zijn en buiten zijn. Met anderen goed om kunnen gaan. En toen je hoorde dat je naar NEC mocht, hoe vond je dat? Nee, ik hoorde dat op een verjaardag. Het was een verjaardagscadeau? Ja. Ja, dat is toch het mooiste cadeau wat je kunt krijgen, of niet? Absoluut. Waar voetbal je zelf? Bij OSS, als 20. En zijn ze daar een beetje jaloers dat jij nou bij NEC mag voetballen? Jazeker. Ja? Dus... Hey, en wie hoop je nou nog hier te kunnen overtreffen bij NEC? Welke speler? Schöne. Schöne. De Schöne moet gaan oppassen voor Bart. Ja. Nou, zeg maar in de camera. Schöne, ik kom eraan. Schöne, ik kom eraan. Goed zeggen. Nou, wij gaan het ook op de voet volgen hoe dit allemaal gaat aflopen. Later in dit seizoen zullen we nog een keer bij een toernooi gaan kijken voor de bijzondere Eredivisie. We zijn er heel snel weer met een normale NEC-update. Ik zeg graag tot dan.